Van de week in het bos zag ik een vrouw lopen en ik betrapte mezelf erop dat ik haar in gedachten een wandelaarster noemde. En ik denk bij mezelf: wat is dat nou voor een woord? Klopt dat wel? Dat kan toch niet goed zijn, joh? Maar ja, wandelares of wandelarin, dat klinkt ook voor gemeten natuurlijk. Ik ben het op gaan zoeken en het is inderdaad wandelaarster. Maar ik vind het geen fraaie woord. Het klinkt, het klinkt niet lekker. Ja. Ander voorbeeld: um, ik ken een vrouw die is net afgestudeerd aan de technische universiteit. Dus dan wordt ze geen doctoranda en natuurlijk al helemaal geen doctorand. Dus, nee, maar ze wordt ingenieur. En dan vraag ik me toch af, moet dat dan niet ingenieuze zijn, of ingeniënten, of ingenoise of zo? Snap je? Dat soort vragen. Of vrouwen in de politiek. Die noemen wij politici, maar dat klopt niet. Dat is een mannelijk woord. Het is een meervoud van politicus. Een vrouw in de politiek is een politica. En het meervoud daarvan is politicae of politicae afhankelijk van uh, op welk gymnasium je vroeger hebt gezeten. En als een vrouw staatssecretaris wordt, zou je er eigenlijk, technisch gesproken, staats. Nou ja, komt die zelf maar in. Dat klink, vind, klinkt ook voor geen meter natuurlijk. Ja. En ik heb vroeger veel aan stijl gedaan. Dat doe je altijd met een partner. Maar ja, in mijn geval is zo'n partner een vrouw. Is het dan geen partnerster? Snap je? Dat soort dingen. Maar omgekeerd werkt het ook niet altijd lekker hoor. Schooljuf, schoolmeester, ja, oké. Okay. Maar kleuterjuf, kleutermeester, ik weet het niet. Ik zou mijn kleine kinderen daar niet bij in de klas willen hebben. En kan een man vroedvrouw worden? Ja, dat kan hij, zolang hij haar werk maar goed doet, snap je? Maar ik ga er dan liever omheen lullen en ik noem hem verloskundige. En dat er omheen lullen, die gebruik ik vaker. Uh, je hebt vakman, vakvrouw. Nou, is allebei goed, maar vakvrouwschap. Ik, het klopt wel, maar het klinkt niet, snap je? En dan lul ik er liever omheen en zeg ik: Goh, wat uh, oefent die vrouw haar vak goed uit? Dan ben ik er ook uit, ja. En er nog eentje om het af te sluiten. Um, een vliegtuig heeft meestal een bemanning. Ja, ik weet het, dat is niet correct. Maar ga dan niet bemensing zeggen. Dat vind ik zo laf. Bemensing, dat is een woord dat mensen gebruiken die bang zijn dat ze op hun donder krijgen van een of andere kolonist. Kolumnist. MV. Oeh, net op tijd. Dat wil ik nog mooi uit.